Pim Smeets van Scouting Groep JF Kennedy. Jullie hebben zondag een doedag. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, dat klopt. We hebben zondag een doedag hier. Dat is een soort open dag hier bij de John F. Kennedy bij de Bosrand in Almelo. En dat is een dag vol leuke activiteiten die een beetje gerelateerd zijn aan buiten en scouting uiteraard. We hebben hier een mooie klimband die gebruikt gaat worden. Kunnen de kinderen van alle leeftijden lekker komen klimmen. Maar ook hebben wij een parcours door het bos lopen. En als top op de berg hebben wij een valkeniershow, een roofvogelshow, die hier om 1 uur van start gaat. Dus echt waard om bij te zijn. Nou, hoe laat begint het trouwens? S'morgens al? Komende zondag, 15 september. Vanaf 12 uur is iedereen welkom en dan duurt het tot een uurtje of 4 in de middag. Je hebt het over allerlei buitenactiviteiten. Wat is dat, de scouting, voor de mensen die dat niet meer weten? Ja, scouting is een plek om gewoon plezier te maken met je vrienden. Zelf ben ik leiding van de Welpjes van 7 tot 9 jaar. En dat is gewoon hartstikke leuk. Broederschap zie je hier terug. En dat met spel en fun. Lekker in het bos, in de natuur. Hè? En ook wel eens niet. Lekker vuur maken, brood bakken. Echt de leuke dingen, ja. En waarom ben jij... jij bent dus begeleider. Wat is daar zo leuk aan? Nou, allereerst heb ik het vroeger als Welpje ook gigantisch naar mijn zin gehad. En ik sta tegenwoordig in een leidingteam met leiding waar ik zelf nog als Welpje bij in heb gezeten bij in de groep. En ik heb het toen zo leuk gehad en dat wil ik ook een beetje teruggeven aan de jongens. En daarnaast is het natuurlijk gewoon hartstikke gezellig om met de andere leiding. Je maakt het zelf ook leuk, dus zeker leuk. Jullie gaan ook op kamp, hè? Wij gaan ook op kamp. Ja, dan doen we 1 keer per jaar gaan we op zomerkamp. Dan gaan we echt een week weg. En de oudere groepen zelfs nog langer. En ook naar het buitenland. En dat doen wij ook nog een keer of 3 per jaar in het weekend. En dan zijn we gewoon hier op het terrein. Een weekend vol leuke activiteiten en plezier. De scouting, het is een instituut wat meer dan 100 jaar oud is. Denk ik, over de hele wereld bestaat het. Toch is het wat minder populair. Daarom ook deze open dag. Hoe komt dat? De coronatijd heeft bij ons wel een slag in de pan gemaakt. Toen zag je toch dat er wat minder jongens vrienden meenamen, wat minder meisjes vriendinnetjes meenamen. En daardoor is het bij ons wat met de leden ingekrompen. En daarom ook vandaag promoten we dan dat we extra spectaculair zondag tevoorschijn staan hier op de open dag, op de Kennedy Doedag. Want ik denk wel eens, is dat niet ouderwets? Ze hebben ook een soort van uniformpje aan. Maar deze dingen, een klimband en abseilen en zo, dat is natuurlijk wel super cool. Ja, echt hartstikke modern is het. Ook lezen gamen doen we hier ook zelf in het bos. Echt de gekste dingen wat je nergens anders gaat doen. En ouderwets is zeker geen sprake van, inderdaad. Je doet het om nieuwe leden te werven, hè? Ik neem aan dat je gratis naar binnen mag zondag. Maar als je nou lid wil worden, wat dan? Zeker, het is gratis entree zondag voor jongens en meisjes. En als je lid wil worden, kun je ook een paar keer komen kijken. Hè? 4 keer mag je gratis komen kijken. En dan kun je kijken of wat voor je is. En eigenlijk, uit ervaring kan ik zeggen, dat je er altijd wel blijft hangen. Nou ja, dan mag je niks vinden, dan niet. Ja.